dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits. Het heeft even geduurd, maar ik ben weer terug en dit keer gaan we gewoon weer het oldschool gevoel terugpakken. Ik ga geen eigen achtbaan meer maken, maar ik ga 3 achtbanen zelfs rijden. En we waren vorige keer gebleven bij de Pendragon, dat was de laatste die we hadden bezocht. En we gaan eerst naar het intro. Ja, vind ik wel. Oké, people, let's go to work. En in aflevering 10 zitten wij. Hij laat de slider. Deze achtbaan heet de slider. En jullie, wat jullie gaan doen is in de comments zeggen welke attractie of welke achtbaan jullie het vetst vinden van die 3 coasters die ik ga bereiden. Dit is dus de slider. En dit is een gemaakte achtbaan door iemand. We moeten dus even niet op de omgeving letten en op de thematisering wat die ontbreekt van elke kant. Maar ik zie wel een hele leuke baan en dat is voldoende. Ik zie een looping en ik heb het gevoel dat we dadelijk worden afgeschoten. Ik vind dit wel heel erg vreemd. Ja, ik vind dit een beetje raar hoe dat loopt. Maar dit vind ik daarentegen wel heel gaaf. Ik ben benieuwd of we even stoppen. Ik denk dat we hier gaan stoppen. Ja. Oh! Holy... Wat? Oké, dat was echt heel erg vet. Wauw. Oké, daar gaan we. Ik denk dat we daar worden afgeschoten. En daar gaan we, jongens. Niet? Ja, daar gaan we. Oké dan. Ik krijg een sms'je, sorry. Ik zet me gelijk maar... Of een e-mail kreeg. Ik zet me geluid uit, jongens. Sorry, excuus. Nou, het gaat nog niet heel erg hard. Maar ik denk dat nu het wat grovere werk dadelijk komt. Aangezien de baan nog verder er best wel stoer uitzag. Oeh, dit is best wel apart zo. We halen het ook maar net. Wat? Hè? Wat is dit allemaal? Hé, maar in de verte heb je wel die achtbaan. Ik snap hier helemaal niks van. Oké, ja, nou die achtbaan gaat weg. Oké. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, want... We komen nu weer in het station. Het is echt heel vreemd. Ik snap het. Ik denk dat ik het begin te snappen. Ik denk dat we dadelijk weer vertrekken en dat we dan de andere baan nemen. Dat is wel echt heel uniek. En nu hoop ik... Ik vind het toch een beetje vreemd in begin, hoor. Dat je zo van die slaloms maakt. Ik vind het er eigenlijk helemaal niet uitzien, maar goed. Ik ben benieuwd naar de baan. Want die ziet er wel ontzettend gaaf uit. De andere baan. Die links vond ik een beetje saai nog. Maar dat is omdat die voor kinderen is waarschijnlijk. Nou, mooie soepele bochtjes dat wel. En toch een beetje vreemd. De karretjes zijn in ieder geval wel leuk. Dat je een beetje wat hoger zit dan normaal. Ja. En nou denk ik dat we nu naar voren gaan. Dat. Oh, naar rechts zelfs. Oh zo, ik zag ineens die baan. Oké, tof. Ja, ik vind het echt bijzonder gemaakt. Je kan zeggen wat je wil, maar... Ik denk dat het best wel lastig te maken is om zoiets te doen. Oké, zijn we er klaar voor, Sjaak? We gaan voor. Nee, allemaal niet vast. Loslaten. Wow. Dat is gaaf. Nog even op die kop blijven hangen. Wow. Zo, 1 grote looping. Kijk nou. Fantastisch. Maar nog een hele lange baan hebben we. Lang treintje. Oh, hij haalt het maar net elke keer hoor. Jammer, want dat ik vind dat de vaart er dan elke keer uitgaat. Maar ja. Wow, en even op zijn kop hangen. Wow. Dat is wel gaaf getimed hoor. Ik zeg je eerlijk, dat was best wel een hele leuke coaster.
Ja, ik zeg toch wel, toch wel. We gaan door snel met de volgende, dat is Valley Park. En ik ben benieuwd, Valley Park klinkt een beetje als een klein parkje. We weten allemaal dat we natuurlijk dat wel eens hebben gehad in de No Limits aflevering. Dat er een klein pretparkje was met verschillende achtbaantjes. En een draaimolentje of een topspin of zo, weet je wel. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan beleven. Valley Park. Creating Trains. Lang geleden dat ik No Limits 2 heb gespeeld hoor. Ik vind het ook wel lekker weer. Ik vind het gewoon leuk. Het blijft gewoon een verslavende game. Ik bedoel, je hebt van alles erin. Achtbanen. En je kan heel veel zelf doen. Het is een pittig spel. Dat weten jullie. Want met die achtbaan bouwen. Die aflevering heb ik serieus 25 minuten opgenomen. Waarvan ik maar een paar minuten liet zien aan jullie. Maar anders maakt het heel erg saai. Dat duurt echt lang. Maar ik merk aan het laadscherm dat het nu ook heel lang duurt. Oké, dames en heren, we zitten in Valley Park. En zoals je ziet is het echt een beetje laggy. Er is echt heel veel gebouwd. Het is gewoon een compleet park wat die gast heeft gemaakt. En wauw, ik vind het fantastisch. Dat je zoiets maakt, jongens. Echt gaaf. Ik loop nu gewoon door het park heen. En hij heeft er gewoon echt werk van gemaakt. Hij gaf net wel een error aan. Maar dat... Ik zie twee achtbanen zelfs. Jongens, ik denk dat dit dan de enige park is wat ik laat zien nog. Want dan hebben we precies drie coasters... zijn het er meerdere? Oh damn, het zijn er gewoon meer. Kijk eens, het is gewoon, heeft gewoon een klein achtbaanpark ervan gemaakt. Wauw. Ik vind deze wel echt heel vet eruit zien, deze groene coaster. Ik denk dat we die als eerst gaan doen. Kan ik er overheen springen? Kom op, ik wil er... Oh shit, ik moet heel die achtbaan volgen. Meen je dit? Meen je dit? Oh. Nee, dat is cheaten. Nee, kom op, nee. Oké, laat me maar springen. Ik ga wel heel die wachtrij langs. We moeten jullie tenslotte ook in Disneycraft. Oh, hij lijkt gewoon, jongens. Moet je kijken, het hele park staat vol hier, Valley Park. Staat helemaal vol met achtbanen. Dat heb ik echt serieus nog nooit in de No Limits vel gezien. Maar hier staan gewoon meer dan vier achtbanen, geloof ik. Maar die hoge gaan we nu in. En waarom maken ze die wachtrij zo scheisse lang? Oh. Ik kan erin! Ik wil erin! Ja, daar gaan we. Yeah! Start u maar. Ik vind het echt heel druk in dit park. Nou, ik denk dat we sowieso dat we weten welk park het heb gewonnen, natuurlijk Valley Park. Maar ik vind dat we dit niet moeten meetellen als een baan. Omdat er natuurlijk meerdere achtbanen staan. En ik weet ook de namen niet van de achtbanen. Hij mag het best vertrekken. Oh, daar gaan we. Hij heeft op mij gewacht, wat lief. Groene karretjes. Lange baan. Een hele hoge baan. En het voordeel van deze achtbaan dat ik die eerst doe. Is dat we dan een beetje een overzicht krijgen van heel Valley Park. Ja, het is een beetje laggy hoor, jongens. Zelfs een windmolen is er geplaatst. En ik zie hier ook een dueling coaster, lijkt het net dat je naar een ander station gaat. Ik zie dus een gele achtbaan. Ik zie een... Jeetje man, ik zie alleen maar achtbanen. 1, 2, 3, 4... 5, 6? Oh, maar zijn het er 6 of zo? Fantastisch, maar dit is wel een van de hoogste, denk ik. Ja, dat moet wel. Wow! Oh my god! Ik ben echt een beetje stil geworden van deze achtbaan, jongens. Wauw. Echt fantastisch gedaan. Ja, ik wil zeker nog Valley Park meer gaan laten zien.
Ik loop nu gewoon op de baan, jongens. Ik weet niet of dat mag. Maar ik wil even een overzicht krijgen van welke attractie hier staan. Er staat namelijk daar, zie ik een houten achtbaan. Ik weet niet of jullie hem zien. Dat is een heel klein mini-baantje. Ziet er echt ontzettend schattig uit. Ik loop nog even verder naar boven. Want dan hebben we een overzicht. Want ik vind het echt mooi om te laten zien, jullie. Nou, dit is allemaal bovenaan. Jeetje, man. Moet je kijken. Kunnen we... Oeh! Gewoon keihard dood. Awesome. Ah, dat is gaaf, man. Maar helaas mag dit niet meetellen als een achtbaan. Dus we gaan nog even snel naar een andere achtbaan. Valley Park onthouden we. En we gaan door naar Six Flags New England. Zijn dat niet allemaal pretparken? Ik ga het proberen. Ja, ik wil het wel opstarten. Maar ik ben bang dat het wel allemaal pretparken zijn of zo. Ik weet het niet. Oké, dit is een aparte achtbaan. Dat is mooi. Oké. Heel gaaf dit. Het is geen hangige baan, maar we zitten wel met onze benen, zeg maar. Ja, hangen we eigenlijk een soort van. Dat is wel heel gaaf trouwens. Het is gewoon een hele leuke baan, zie ik al. Een beetje simpel, lekker breed ook. Daar hou ik ook wel van. En ik ben heel benieuwd. Ik ben alleen de naam even kwijt. Iets met Six Flags was het. Oké, zal zo even kijken. Maar ik weet waarschijnlijk dat jullie wel op Valley Park gaan stemmen. Wow, door de paal heen. Dat was eigenlijk negatief. Maar misschien kon het niet anders. Loopt niet helemaal soepel dit. Oh. Leek net op een knik. Leuk gethematiseerd, zeg ik je. Om te beginnen zeg ik je dat. Het is echt een hele leuke compacte achtbaan. En daarvoor sowieso mijn pluspunten. Ik vond hem nog niet helemaal lekker vloeiend. Maar hij had wel een hele mooie layout. En ook de omgeving is leuk gedaan op zich. We gaan door met de... Ja, dit was het eigenlijk. Ik laat nog even de naam zien van de attractie. Want dat was namelijk... we hadden Slide, dat is de eerste. Toen hadden we Valley Park. En toen hadden we Six Flags New England. De volgende keer gaan we dus eindigen met deze drie achtbanen. Six Flags, Great Adventure, Wonderland en Air. Laat in de comments weten welke je leuk vond en beste achtbaan vond. Ik ga ze lezen. En tot de volgende No Limits. Doei doeg!